Heinrich Himmler en zijn betrokkenheid bij de Holocaust is algemeen bekend. Zijn eigenaardige fascinatie voor heksen is daarentegen minder bekend. Deze fascinatie zal vandaag uit de doeken worden gedaan. Himmler was als student al geïnteresseerd in de Germaanse mythologie. Als Reichsführer SS had hij daarbij de mogelijkheid om hier uitgebreid onderzoek naar te laten doen. Al in 1935 richtte hij de vereniging Ahne Erbe op, die het gebied, de geest, het handelen en het erfgoed van het Arische Indo-Germanendom moest onderzoeken. Dit alles om de superioriteit van het Arische ras te bewijzen. Deze cultuur moest in de ogen van Himmler wel wetenschappelijk geboekstaafd worden. Daarom liet hij nationalistische amateurhistorici onderzoek verrichten naar vermeende relieken van de Germaanse cultuur. Daarbij zou men de symbolen van deze relieken overnemen en een renaissancekasteel ombouwen tot ideologisch centrum en vergaderplaats van het hoge SS-kader. In het kader van Himmlers herbezinning op de Duitse voorouders vond hij in de Germaanse geschiedenis ideale voorbeelden en vijandbeelden. Een vermeende vijand was daarbij de katholieke kerk. Deze katholieke kerk had in het verleden namelijk gepoogd de Germaanse volkscultuur te vernietigen, aldus Himmler. Dit had de katholieke kerk getracht door honderdduizenden Germaanse vrouwen als heks te bestempelen om deze daarna te dood veroordelen. Verontwaardigd constateerde Himmler dat de heksenvervolgingen het Duitse volk honderden duizenden moeders en vrouwen hadden gekost. Hij rekende hierbij de kerk tot hetzelfde kamp als het Jodendom, dat in zijn ogen sowieso betrokken was met elke samenzwering tegen het Duitse volk. Als reden gaf hij op dat er bijna geen heksenprocessen tegen Joden zijn gevoerd. Zijn visie kwam in het openbaar tot uiting tijdens het Reichsernte Dankfest dat in 1935 te Goslar werd gehouden. Hij stelde hier en publiek: "We kunnen in veel gevallen slechts vermoeden dat ons aller vijand, de Jood, hier onder de een of andere dekmantel of via een van zijn organisaties op een bloedige manier de hand in heeft gehad. We zien dat het vuur van de brandstapels opleidde, waarin de gematelde en uiteengereten lichamen van onze moeders en de meisjes van ons volk tijdens heksenprocessen met talloze tegelijk tot as werden verbrand." Einde citaat. De katholieke kerk beet hierop fel terug. Hierop realiseerde Himmler zich dat er wetenschappelijk bewijs nodig was voor zijn uitlatingen. Hitler kon ze echter niet vinden in het standpunt van Himmler. Hij beklaagde zich tegenover Goebbels dat de culturele flauwekul van Himmler en consorten moest ophouden. Himmler zette echter gewoon door. Bij de Sicherheitsdienst werd een speciale instelling ingericht die zich zou moeten verdiepen in de vervolging van heksen. Deze onderneming zou bekomen bekend te staan als de Heksen zonder Auftrag. De historicus Guido Knop schrijft hierover: "De SS-onderzoekers hielden eerst kantoor in de Deutsche Bibliotheek in Leipzig. Een jaar later namen ze hun intrek in het geconfiskeerde gebouw van de vrijmetselaars in Berlijn-Wilmersdorf. Er waren 13 fulltime heksenonderzoekers die meer dan 260 archieven en bibliotheken uitkanden, op zoek naar gevallen van heksenvervolgingen en heksenverbrandingen. Hun werk bracht hun op plaatsen in heel Duitsland, in sommige gevallen zelfs naar India en Mexico. Alle gevallen die ze tegenkwamen werden in kaart gebracht en geordend naar regio. Het hele onderzoek was strikt geheim. Daarom gingen de onderzoekers zeer samenzwerig te werk. Ze gaven zich uit als student, heemkundige of genealoog, correspondeerden via schuiladressen en toonden een vervals persoonsbewijs als een instelling binnengingen." Einde citaat. De onderzoekers gingen fanatiek te werk. In 9 jaar tijd maakten de onderzoekers 33.846 onderzoekskaarten op A4 formaat. Dit onderzoek zou moeten leiden tot een serie wetenschappelijke boeken, historische romans, fotoboeken en zelfs een film. Dit alles om aan te tonen dat de katholieke kerk doelbewust een oud-Germaanse volkscultuur wilde uitroeien. Het resultaat van het onderzoek bleek echter het tegendeel te bewijzen. Uit het onderzoek werd namelijk duidelijk dat het niet de kerk of de Joden waren geweest die onschuldige vrouwen hadden gebrandmerkt als heks. Nee, de beschuldigingen waren in de regel vanuit het volk gekomen, van dorpsbewoners of jaloerse buren die nog een rekening hadden te verheffen. Dit was natuurlijk geen bewijs voor de grote samenzwering tegen het Germaanse volk. De SS-onderzoekers constateerden wel dat in 1629 ene Margaret Himmler als heks werd verbrand. Reinhard Heydrich deelde zijn chef in 1939 persoonlijk mee dat dit familielid van Himmler was geweest. Vandaag de dag is niet duidelijk of de dame in kwestie inderdaad een van Himmlers voorouders was. Tot zover het verhaal over Himmler en de heksen.